Mensen, welkom bij deze sessie over duikbekleding bij primaire keringen. En dat gaat over het effect van droogte dan op die duikbekleding. Mijn naam is Arjan Kooi en ik ben als omgevingsmanager betrokken bij de projectoverstijgende verkenning dijkversterking met gebiedseigen grond. En tegenover mij zit Martin van der Meer en hij is de technisch manager van dat project. En samen hebben we deze werksessie ingevuld. Nou, deze werksessie bestaat, het programma daarvan bestaat uit een korte introductie. En daarna zal Martin wat praktijkvoorbeelden geven over droogte en de effecten daarvan op de deklaag. En aansluitend gaan we dan kijken of we wat ervaringen kunnen delen in een eerste interactieve sessie. Dus ik hoop echt dat jullie actief in de chat dingen kunnen zetten over jullie eigen ervaringen daarmee. Dan is er om 3:15 ongeveer een pauze van 10 minuutjes. Log niet uit, hè. Doe je microfoontje af of loop even, maar laat het verder aanstaan, want anders krijgen we weer gedoe om je in deze sessie te krijgen. En dan vervolgen we met wat betekent het nou voor mijn werk. En afhankelijk van de functie die je hebt, zal het ook een ander effect hebben. Maar dat willen we ook graag met jullie bespreken. Nou, dat even vooraf. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Martin. Nou, even kort waarom we dit vanuit de POV dijkversterken van gebiedseigen grond ook een interessant thema vinden. Net als met droogte heb je te maken met afwijkende materialen, hè, als je naar gebiedseigen grond gaat. En dat betekent dus dat je beter moet begrijpen wat je doet, omdat het anders misschien misgaat. Gebiedseigen grond wordt belangrijker omdat het vanuit milieu-oogpunt duurzamer is. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een hele oude gewoonte, hè, om met gebiedseigen grond te werken. Dat deden onze voorouders ook. En onze bestaande dijken zitten vol met gebiedseigen grond. We werken op dit moment aan een werkwijze techniek of een technisch kader techniek, waarin we eigenlijk het grondgestuurd ontwerpen promoten. Maar het ontwerp moet natuurlijk veilig en maakbaar en onderhoudbaar zijn. En dat betekent dus ook dat droogtegevoeligheid daarin het thema is. Nou, en wij zijn nu eigenlijk in fase 2 beland, waarin we de bestaande ervaringen ook bundelen en dat technisch kader gaan schrijven. Als je dan kijkt naar deze sessie wil ik het vooral even hebben over 4 punten. Het eerste punt is, je ziet veroudering meestal het eerst aan de buitenkant. En dat geldt ook voor dijken. Dus dat betekent dat als je buiten kijkt en je loopt en je ziet dingen, dan ben je de eerste die doorhebt dat dingen veranderen of anders zijn dan anderen hebben bedacht toen ze het ontwerp maakten. En ja, de dijk zit voor sommigen in de computer, maar eigenlijk ligt die buiten. Dus buiten is belangrijk. Tweede punt is dat als je schade ziet en je wilt hem echt begrijpen, moet je vaak dieper zoeken. En dieper letterlijk, hè? Dat je soms wat dieper de dijk in moet om te kijken waar de scheur eindigt. Maar ook in de kennis en de ontwerpkennis. En het derde punt is van ja, wat hier straks gebeurt, is misschien elders al normaal. Dus misschien kunnen we in andere gebieden, hè, waar droogte normaler is, al dingen leren. En ook wel eens dingen afleren. Misschien doen we een aantal dingen hier helemaal niet zo verstandig. En een laatste punt is dat je toch steeds ziet dat de ervaring van beheerder heel belangrijk is voor een goed ontwerp. Of de ontwerpers sneller de goede dingen bij te brengen. Dus daar wilde ik ook op ingaan. Want uiteindelijk wil ook de POV, technisch kader voor grondgestuurd ontwerpen, van een veilige, maakbare, maar ook onderhoudbare dijk van lokaal beschikbare grond, die natuurlijk ook een tijdje mee kan. En we weten toch, hè, dat als we zo een beetje om ons heen kijken, dat de droogte waarschijnlijk het eerste aspect van klimaatverandering is waar we echt mee te maken krijgen. Nou, dan, eerste sheet is eigenlijk digispectie. Hè? We zijn gewend om te inspecteren. We hebben daar een hele database voor gemaakt. En als je dan zoekt naar aspecten die mogelijk kunnen wijzen op droogte, dan denk je bijvoorbeeld aan scheuren. En we hebben eigenlijk al een best mooi systeem om die te klassificeren. En soms vinden scheuren ook plaats op andere plekken. We hadden net het verhaal van het
Theo Reuzenaar, nou, die weet hier vast nog veel meer over te vertellen. Maar er was ook zo'n scheur in een dijk, hè, die in een droge periode optrad. En vervolgens, toen het ging regenen, werd het toch instabiel. En wat je hier eigenlijk ziet is, ja, je ziet er dus inderdaad het eerst aan de buitenkant. Alleen, het manifesteert zich soms langzaam, zodat je tijd hebt om te reageren. Maar soms ook plotseling en onverwacht. Hè. Denk aan Wilnis, waarin eigenlijk niemand van tevoren gewaarschuwd was en in een soort brosse breuk in één keer die hele dijk openschoof. Dus wanneer waarschuwt de constructie en wanneer niet? Tweede punt is, ja, als je beter kijkt, dit is een voorbeeld van Scheldestromen, waarbij de beheerder gezien heeft dat er in voorjaar 2020 op allerlei plekken scheuren ontstonden waar ze in het verleden eigenlijk niet waren. En het waren ook stukken dijk die er al een jaar of 30 lagen. Dus dit is, laten we zeggen, niet het gevolg van een bouwfout, maar is ontstaan in de droge zomers. Vervolgens is daar ook echt dieper gekeken. Dus er zijn ook stukken deklaag weggegraven om te kijken waar een scheur eindigt en allemaal dat soort zaken. De scheuren zaten zowel op het binnen- en het buitentaluut. En de vraag is natuurlijk van, ja, wat begrijpen we de schade echt? En is dit een voorteken? Gaan we dit vaker krijgen op andere plekken? Of is dit alleen op deze plek een incident? En als we het hier oplossen, zijn we weer klaar. Dus als je het op systeemniveau bekijkt, is dit misschien een voorbode van een veel groter probleem. Wat misschien betekent dat je, dat je het met beheer en onderhoud alleen niet kunt oplossen. Derde punt is, ja, er zijn in andere landen of in andere vakgebieden, zijn er misschien wel dingen bekend die wij in de dijkenwereld onvoldoende weten of onvoldoende benutten. Bijvoorbeeld dat profieltje linksboven, dat is een profiel van een verdrogende dijk, zoals je dat in een droog klimaat tegen kan komen, zoals in Californië of in Frankrijk. En dat is daar normaal. En eigenlijk hebben wij vanuit de POV een aantal studenten van de WURG gevraagd om uit te zoeken van wat de droogtegevoeligheid van verschillende grondsoorten is en waar we beter op moeten letten. Daar zie je die tabel rechts voor, hè, van wat kan er gebeuren met zand en zilt en klei en noem maar op. Maar wat ze ook tegen ons zeiden is van uit klimaatstudies blijkt dat het klimaat in Nederland nu eigenlijk al het klimaat is van Zuid-Frankrijk zo'n 20 jaar geleden. Dus wij hoeven niet meer zo ver op vakantie, als je het zo bekijkt. Maar dat betekent dus ook wel dat de condities waarin onze dijken liggen toch echt wel drastisch anders zijn dan de condities waarin we al onze ervaringsgetallen en regeltjes hebben bedacht. Dus wat hier straks gebeurt, hè, is elders misschien nu al normaal. Laten we even opletten wat elders gebeurt. Ik schrok bijvoorbeeld behoorlijk van een fotootje die Bart Vonk me liet zien van een dijk in de Mississippi, waar wat eens een kleilaag was, nu een soort poeder was, hè, wat zo van de dijk geblazen kon worden. En daar lag een hele dikke Mississippi-dijk onder, dus lagen ze niet zo wakker van. Maar goed, wij worden elke keer uitgedaagd om het ontwerp zo compact mogelijk te maken. En zo'n anorexia-dijk, die is natuurlijk meteen geveld, hè, als er een onderdeel weg is. Laatste punt. POV werkt aan een technisch kader voor grondgestuurd ontwerpen. Dus hoe ga je om met afwijkende grond, maar ook in een afwijkend klimaat. Daarin hebben we ook beter gekeken hoe grond in de tijd verandert. Ook grond die je aanvoert, grond die je rijpt. Op de voorhoeven, voordat je het in je dijk stopt, en noem maar op, hè. En wat je daar vooral ziet, is dat je eigenlijk die gebieds- en die beheerervaring heel goed kunt gebruiken om beter te kunnen voorspellen hoe die grond zich in de tijd gaat ontwikkelen. En ook dat je dus die beheerder nodig hebt om aan de voorkant de goede informatie te hebben om een goed ontwerp te maken. Maar ook moet meenemen omdat aan de achterkant van het ontwerp, bij de oplevering, je misschien toch een periode hebt waar je aangepast beheer en onderhoud zult hebben. En waar je ook rekening mee moet houden. Dus eigenlijk zie je allerlei vragen opkomen van wat
gebeurt er met veroudering en droogte? En wat vraagt het aan het ontwerp? Kortom, best wel veel stof tot nadenken. En in die zin ben ik het wel eens met wat Theo Reuzenaar hiervoor zei. Droogte is één van de aspecten, maar niet het enige. Ik geef hem nu weer even terug aan Ayan. Ja, dankjewel Martin voor deze inleiding en overzicht. Ik heb een aantal vragen voor jullie over de effecten van droogte op dijkbekleding, waar we de komende 20 minuutjes mee aan de gang gaan. De eerste vraag zal ik even in de chat zetten. Tadaa. Ja, hij zat ook op de sheetje. Herkennen jullie de voorbeelden van het effect van droogte op de kwaliteit van de deklagen? Er zijn twee voorbeelden langsgekomen. Hè? Eentje uit Zeeland en eentje uit Groningen. Maar herkennen jullie dit? Hebben jullie uit eigen ervaring droogteschade gezien? Even kijken. Ik zie twee opmerkingen van Marcel ondertussen. Even Marcel, zou jij dat linkje kunnen doorgeven of in de chat kunnen zetten naar die onderzoeken? Want daar ben ik wel benieuwd naar, want alles helpt natuurlijk. Niks is hetzelfde, maar soms kun je er wel heel erg veel van leren. Heeft niemand ik het, boek, het effect? Als ik even stil ben, dan ben ik. Wie zei daar wat? Dat was misschien per ongeluk. Nou ja, wij hebben een waterschap onze Delta. Is die nu, staat die aan? Ja, je bent goed te horen. Dank je. Hey, want ik kreeg zo'n melding dat unmute nog aan stond. Maar wij hebben wel droogtescheuren ook in onze dijken. En op sommige plekken trekt dat ook weer dicht. Hè? Als het dan weer vochtiger wordt, zoals nu, dan zijn ze wel grotendeels dicht. Ja. Alleen dan, je hebt die scheuren nog wel in je grasbekleding, weet je wel. En die scheuren die komen elk jaar weer terug. En dan, ja, 's winters heb je toch, is die grasbekleding toch onderbroken. Nou ja, dat wil je ook eigenlijk niet. Dus je wil eigenlijk dat die grasbekleding helemaal aansluitend is en een goede grasmat. Dus daar lopen we wel tegenaan. En sommige dijken hebben ook wel waar de scheuren ook 's winters open blijven. Alleen die gaan we dan wel aanpakken door dat weer open te frezen en diep te spitten, opnieuw verdichten en weer inzaaien. En dan bij het goede vochtgehalte. En werkt wel. Als we dat hebben gedaan, als we dat op die manier hebben aangepakt, dan zitten er geen scheuren meer in. Daarna die dijk. Dus dat werkt wel. Maar dan ben je wel die grasbekleding weer kwijt voor eigenlijk 3 of 4 jaar. Hè? Of tenminste, zo lang duurt het voordat die grasbekleding weer goed ontwikkeld is. Dus, heb je je scheur opgelost, maar dan heb je dus voor 2 jaar lang heb je de boel open liggen. Ja. En herken je dit ook in locatie of zonligging van de kering of in de tijd? Zie je dat dingen op specifieke plekken vooral voorkomen? Of is het ook iets wat door de jaren heen meer optreedt? Nou, we hebben wel wat dijken die zijn opnieuw aangelegd. En daar heb je dan die scheuren ontstaan alleen bij droogte. En dan dat, ja, ik heb me daar ook wel in verdiept. Hè? En klei, dat kan ook weer bestaan uit verschillende. Je hebt verschillende soorten klei.
Bijvoorbeeld als je klei met veel mondmorrelen niet hebt. Mondmorrelen niet. Oh, zwelklei, oké. Okay. Ja, dat is zwelklei eigenlijk, ja. Hè? Ja, Martin was dat... Dat zit er veel in. Ja. Maar dat heeft dus de neiging om heel erg te krimpen of te zwellen. Hè? Dus als dat uitdroogt, dan krimpt dat ook heel erg. En dat gaat dan weer... Daar krijg je scheuren als het droog is, maar als het dan weer nat wordt, dan... Dan trek je die scheuren weer dicht. Dus de klei, type klei kan dan invloed hebben. En wat ook wel invloed heeft, is natuurlijk als het verdicht is bij te hoge vochtgehalten of iets dergelijks. Hè. En dan moet je, ja, dan is het gewoon niet goed aangelegd. En dan moet je het weer opnieuw gaan aanleggen eigenlijk. Ja. Ja. Dank je. Herkent een ander dat? En maakt het ook uit dit gaat over primaire keringen, hè? Maar ik kan me voorstellen dat je bij regionale keringen daar nog meer of vaker mee te maken krijgt. Anders. Ja. Waar ben ik? Er zijn iemand wat. Als ik bij... Hollands Noorderkwartier kijk, dan zit vooral in het zuiden van het gebied. Dat zijn de oude, de lagere polders, waterland. Heel veel veendijken zitten daar. En dan zie je wel een hogere intensiteit van droogte-gerelateerde scheuren. Even denken, hoe jij dat, Erwin? Ja. Ja, oké. Ik zal mijn camera ook nog even aanzetten. Ja, dat hoeft niet hoor, maar ik zocht even naar degene die aan het praten was. Ik zag geen mond bewegen, maar dat komt met je camera inderdaad niet aan stand. Bij HNK dus ook herkenning daarvan. Dan is de volgende vraag... welke schadebeelden kunnen wijzen op een droogteprobleem? Want we hebben het net over scheurvorming gehad. Hè? Waarbij ook aansluiting van het gras niet altijd even goed terugkwam. Maar zijn er nog andere schadebeelden die je ziet? Die kunnen wijzen op een uitdrogingsprobleem. Als ik dan kijk naar welke, in de data en nog gerelateerd aan de digigids, heb je vooral veel verzakkingen en oppollingen die gesignaleerd worden, waarbij toch wel aangegeven wordt dat het te maken heeft met droogte. Okay. Ik weet bij ons in de Beemster, er staan heel veel dijken op de, of heel veel bomen op de dijk, en daar zie je ook echt wel de verzakkingen bij de bomen. Ja. Dus dat is wel een grappige karakteristiek. Ja. En maakt dat de dijk daar dan zwakker of sterker? Droogt de dijk uit omdat de boom veel onttrekt? Of wat is daar dan het mechanisme? Ik durf niet helemaal met zekerheid te zeggen of daar ook negatieve effecten op het mechanisme zijn. Misschien weet Henk Schipper dat, die zit er ook in van ons. Ik weet niet beter dan dat het zo is en dat al jaren voorkomt. Mm-hmm. Die dijk is zo groot en zo breed dat ik me niet zo goed kan voorstellen dat het ook echt een issue is. Oké, ja. Maakt toch niet zoveel uit. Ik zag trouwens nog een andere opmerking. Sorry? Ik kan hier misschien wel even op inhaken op het verhaal van Erwin. Ja? Ik ben nou geen beheerder, ik ben... gebiedsbeheerder, dus inspecteur van de dijken. Maar ik constateer inderdaad wel op plaatsen waar bomen staan, of meerdere bomen, dat de toename van scheuren evident is. Ja. Maar om het zeker te weten, zou je dus diepteonderzoek moeten doen. Ja, je graaft je dijk niet zo gauw af, hè? Nee, precies.
Bij veel bomen ook scheuren, dat zeg je eigenlijk. En herken je ook wat Marcel zegt, dat scheuren ook vaak langs muizengangen optreden? Ik kan me ook voorstellen dat dat natuurlijk logisch is, want dat is natuurlijk al een gat wat in je dijk zit. Dat trekt natuurlijk makkelijk een scheur langs als die erin trekt. Ik constateer wel uit ervaring dat, vooral in natte periodes, dat de toename van muizengangen in de top van de kruin van de dijk wel toeneemt. Ja, want ze zoeken een heil daar dan, hè? Ja. Die zoeken de hogere gronden op. Ja. Maar ik heb geen ervaring dat inderdaad in drogere periodes, exact op die locaties, scheurvorming toeneemt. Okay. Ik herken wel op een gegeven moment dat je veel ziet aan je... De vegetatie, als de flora op de dijk, de grasmat dus erg aan het verdrogen is. Als je dan verder kijkt, dan zie je ook scheuren. Dus voor mij is dat wel een indicatie van, oh, als je een droge grasmat ziet, dan moet je verder kijken. Dan moet je echt van op. Dat was ook een opmerking in de chat van net. Van iemand. Een soort eerste waarschuwing. Ja, exact. Want je loopt er heel makkelijk aan voorbij, aan een beginnende scheur. Maar je kan in de vegetatie wel zien wat aan de hand is. En is het alleen visueel te zien? Of heb je dan ook andere monitoringstechnieken daarvoor? Ja, als je erop geweest bent, dan ga je gewoon aan de gang weer met je prikstok en je fotocamera. En ga je verder zoeken. Maar ja, we hebben zoveel kilometers dijk. Het kan zijn dat je er even te snel voorbij loopt en dat er toch wel wat aan de hand is. Nou, ik dacht misschien dat je met een drone eroverheen vliegt, dat je die droogte ook misschien op de een of andere manier... Je kunt volgens mij ook vochtgehalte in het gewas. Ik ben er wel mee bezig. Het zou een oplossing wezen. Want ik zelf van 60 kilometer dijk en een drone zal heel wat tijd schelen. Ah, die gaan wat harder, hè? Ja. Geen ervaring nog mee. Ik weet niet of we daar nu mee bezig zijn. Ja, ik kan het me wel voorstellen, want die kunnen ook in de landbouw worden ze gebruikt om ook de allerlei dingen die de gewassen nodig hebben, waaronder vocht, in beeld te brengen. Dus dat zou dus ook het vochttekort van gras zou dan ook wel in beeld gebracht kunnen worden, denk ik. Maar goed, dat... Martin, vegetatiestress, dat is ook wel goed inderdaad, met infrarood. Ja. Meer dingen anders dan scheurvorming, droge vegetatie. Zijn er nog andere effecten of schadebeelden? Timing van maaien, Marcel. Ja. Dat zie je in je eigen tuin ook. Hè? Als het warm weer is, moet je niet maaien. Minder schaduwwerking van de langere grashalmen, dat is logisch. Wordt er ook rekening mee gehouden in het beheer en onderhoud met dit fenomeen? Dat je uitdrogen kunt beperken door... De droge dijken geen onderhoud. Nee, hè? Precies. Ja. Ja, dat doen wij ook. Wij hebben dit voorjaar ook een maaierond wat uitgesteld vanwege de droogte op de dijken. Ja. Helder. Oké. Dan hebben we de volgende vraag. Waar lig je wakker van? Dus wat vind je echt verontrustend als je over je dijk rijdt of inspecteert of als je hoort wat er aan de hand is? Op zich hoor ik geen verontrustende geluiden als er ergens een scheur optreedt, want ja, die vul je dan en dan, of je vreest hem zelfs open en dan gaat er gras overheen. En dat vind ik allemaal niet zo verontrustend, maar zijn er verontrustende, toenemende graverij? Ja, daar ben ik mee akkoord. Mijn ervaring is zo dat ik heb dit jaar al 3 keer een vossenhol dwars door de dijk heen gehad. Een vossenhol? Ja, die graven dan vanaf de binnentaluut zo rechtstreeks door naar het buitentaluut. En dat heb ik vorig jaar eigenlijk voor het eerst meegemaakt en dit jaar weer 2 keer. Okay, dat heb ik daarvoor nooit eerder meegemaakt. En hoe, ik was bijna zeggen, hoe zie je dat? Ja, er zit een gat in de dijk, maar dan moet je dan maar ook net goed aantreffen. Hè? Want dit is natuurlijk geen droogteprobleem. Of is dit wel een droogteprobleem? Ik denk dat het de oorzaak is van de droogte. Ik denk dat die dijk, wij zitten natuurlijk ook wel op zandgronden tegen de duinen. Ik denk dat die dijk gewoon te makkelijk te graven is op een of andere manier. Dat is het.
Dus een droge dijk is vatbaarder voor graverij ook. Ja. Graverij, ja, dat denk ik. Ik vind het heel opvallend dat de afgelopen 2 jaar is het gewoon extreem. Nou, wat wij juist hebben, is in die scheuren, daar gaan juist allemaal muizen in zitten. Dus dat trekt juist ook graverij aan. Ja. Dus muizen, ja. Vossen. Bevers. Ja, maar die moet je dan wel in je gebied hebben zitten. En de muskusratten en zo. Die wil ik wel hebben, hoor, die bevers. Ja? Ja. Ik weet het niet. Die heb ik nog nooit in mijn wijk gezien, hoor. Nee. Wie wil ze hebben? Ik heb ze in de aanbieding. Kijk, nou ja, stuur ze maar op. Ja. Nee, maar jou, dat was jij, geloof ik. Maar heb je er last van? Er zit nog iemand van WSHD die echt van het werk is. Ik ben heemraad daar. Maar we krijgen heel veel klachten. Van bevers krijg ik op dit moment. Ik woon op Goede Jovenvlakke en we hebben hier wel geteld, heel klein eilandje, 22 beverburgten. Burgten, en die zitten in de dijk? Die zitten bij de dijk, in de dijk, tegen de dijk. We hebben hier ook publiek die beesten voert, omdat ze zo lief zijn. Natuurlijk. Ja, waarom niet? En je ziet het met het jaar groeien. En Goede Jovenvlakke staat bekend. Ik woon dan ook nog zelfs in Oude Tongen, waar de meeste mensen met een ramp verdronken zijn. En mensen worden nu nerveus. Okay. Van als zo'n bever zo hard knaagt en huishoudt, dan is die zo door dat eiland heen. Ja. Want het op het smalste puntje, ja, goh, dan kan je met de fiets. Hè? Dus het geeft onrust. Hier op het eiland geeft het erg veel onrust op dit moment. Ja. Oké. Okay. En de dijken zijn gelukkig wel op orde. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de dijken, maar de dijken zijn in ons gebied. Ja, wij hebben natuurlijk dijkenklei, zeg maar. Zware dijkenklei altijd. We hebben ook wel mollen. Heel veel mollen, want die komen van het Natura-gebied. Wij hebben heel veel Natura-gebied. En we hebben nog steeds wel mollen. De bevers zijn in opkomst. De kreeftjes zijn in opkomst. En we hebben zelfs muskusratten. Ja. Dus we hebben alles wat knaagt. Maar ik hou me aanbevolen als er liefhebbers zijn, hoor. Ja. Het is best lastig. Ik vind het wel een belangrijk punt, hoor. Want we zijn bij de Oude Dijk geweest, om een andere reden. En toen zei de beheerder, een heel groot probleem is de beverschade die we hebben. Die zijn ook geïmporteerd, hè, met de beste bedoelingen. Die zaten allemaal op het voorland, maar bij hoog water vluchten ze naar de dijk. Ja. En bevers zijn in de Fabeltjeskrant, hadden een Rotterdamse actie. Niks. Dat zijn keiharde werkers. Dus binnen de kortste keren hadden ze gaten van 8 meter diep in de zanddijk. Ja. En dan honderden gaten. En ze zijn nu grootschalig van die ijzeren rekken in de dijkversterking aan het brengen. Die je in de bergen ziet om te zorgen dat er geen stenen op je auto vallen. Het is echt... Wordt een probleem. Ja, ik ben het met u eens. Het wordt echt een... Want het groeit hard. Je ziet dat hier gewoon. En we mogen er niks mee, hè? In zandige dijken gaat het hard. Ja. Je eigenlijk al het punt wat hiervoor gezegd werd ook die graverijen worden natuurlijk in verdroogde grond een stuk makkelijker. En dan gaat het snel. Ja. Dus ik vind dat wel een goed punt. Dat met name de kwetsbaarheid van dijken voor graverijen door droogte ook wel eens kan veranderen. Ik zit de chat nog even na te kijken, hoor, want Marcel is erg actief met alle opmerkingen. Dank daarvoor. Even denken. Die bevers. Rimmer, jij zegt dat ze gewoon... ze vermenigvuldigen zich natuurlijk ook steeds meer, dus dat is natuurlijk ook logisch. Dus of de relatie met droogte er is, weet ik niet. Maar we hebben al wel bedacht dat de relatie met droogte er in zoverre is dat de dijk gewoon bevattelijker is om in te graven. Dus de weerstand neemt ook af. Bevergaas, ja. Nou. Oké, dan heb ik nog een laatste vraag voor deze sessie.
En dat gaat eigenlijk een afvanger. Wat speelt er nog meer? Wat speelt er nog meer? Dus naast graverij, scheuren, vegetatie, tijdsaspecten. Speelt menselijk handelen nog een rol? Ik weet niet of de hangjeugd ook een probleem is. Nee, maar even zonder gekheid. Ik wil er nog wel één inkoppen. Het recreatieve gebruik van de dijk klinkt heel mooi. Maar je ziet bij ons in het toeristengebied toch wel erg veel vraag naar een bankje. En nou, als goed geaard waterschap, dan denken we een bankje. Maar dan moet er een prullenbak bij. Die prullenbak moet iedere keer leeggemaakt worden. En dan hebben mensen bij ons in ieder geval, zeker vakantiegangers, de neiging. Ja, maar hij moet ook toegankelijk zijn voor de scootmobiel van oma, voor de rollator. Het paard moet er ook nog op kunnen. En je ziet dat in toenemende mate zie je toch wel wat meer plastic afval onderaan de dijk. Maar je ziet ook wel boze mensen als ze niet met hulpmiddelen de dijk op kunnen. Ik weet niet of dat er bij een ander is. Wij liggen natuurlijk wel in een route waar veel gebruik gemaakt wordt van wandelen, fietsen en dat soort dingen over de dijk. Ik weet niet hoe dat bij een ander zit, maar bij ons zie je daar wel toenemende vraag naar en ook boze mensen. En levert dat ook schade op? Uiteindelijk wel, want die plastic vervuiling aan je dijkvoet wil je ook niet hebben en dat is best behoorlijk. Hè, zet je geen prullenbak, dan groei je eronder. Zet je wel een prullenbak, dan heb je te maken met vandalisme en komt het ook waar je het niet hebben wil. Dus ik vind dat wel een dingetje. En als je heel veel recreanten op je dijk hebt, heb je heel veel vervuiling. Oké. Okay. Ja. Ik zie dat al mijn gemompel ondertussen blijkbaar op de een of andere manier onderaan mijn dia verschijnt. Geen idee waarom. Bij mij thuis gaat de Google dinges ook soms ineens af met een vraag. Ik begrijp de vraag niet terwijl ik niet gevraagd heb. Dus ik weet niet wat het systeem hierachter zit. Maar er was in de chat wat onrust over. Maar laten we het maar gewoon negeren. Even herkenning wat recreanten betreft. En of die ook de boel. Maar dat heeft natuurlijk niks met. Nou, dat heeft niks met. Nou, misschien wel iets met droogte te maken. Dat ze vooral met mooi weer komen. Ja, die ervaring is er hier ook inderdaad. Want er worden gewoon complete wedstrijden. Met de mountainbikes over de dijken heen gehouden. Zo in de droog. Dat houden we hier. Nou, je kunt het gaas van de bevers ook dwars over de dijk plaatsen. Hè? Dus dan. Marcel, ik denk dat jij dat bent. Maar je bent niet te verstaan. Mij schiet nog wel iets binnen. Want de schapen die lopen op de dijk natuurlijk. Of de mensen op veel van onze dijk lopen schapen. Maar als zo droog is, dan moeten die schapen van de dijk af. Ja, en je moet dat ook heel, heel goed in de gaten houden natuurlijk. Je wil niet dat het overbegraast, want die schapenboeren die moeten hun schapen ook ergens kwijt. En als ze hun schapen ergens kwijt kunnen. Ja, dan laten ze hem toch gewoon. Dan moet je echt heel voorzichtig zijn dat die dijk niet helemaal kapot gevreten wordt. Dat laatste beetje gras wat er nog is, dat ook verdwijnt. En is ook het geloop van de schapen op de dijk op een gegeven moment ook niet beschadigend, hè? Op een droge grasmat? Ja, ze hebben meestal wel een schapenpaadjes en dat zijn. Maar over het algemeen, die schapenpaadjes, dat valt wel mee. Want de wortels die groeien er nog wel onderdoor. Die zijn zo smal dat de wortels er nog wel onderdoor groeien. Dus die schapenpaadjes zijn niet echt het probleem. Het is meer dat er dan een tekort aan gras is met die droogte. En dan moet je heel erg opletten bij het beheer van je dijk. Dat het niet overbegraven wordt. Ja, dat snap ik. Ja.
Oké, en de relatie met droogte is dus tweeledig, hè? Dat is jouw opmerking van bij droogte zouden ze er eigenlijk van af moeten en blijven ze soms te lang erop vanwege plaatsgebrek of dat ze toch ergens moeten staan. En dat de tredgevoeligheid dus ook wel iets anders is bij droogte volgens Rimmer. Maar dat, ja, in hoeverre dat zo is weten we dus niet helemaal. Andere dingen. Heeft iemand nog een laatste opmerking? Want het is bijna 15:15, een tijd voor de pauze. Hondengraverij, oké. Ja, die hondenuitlaatdiensten met 36 honden tegelijk, zeg maar, ja. Oké. Dank jullie wel dan voor deze eerste bijdrage. Dan hebben we nu pauze. Nogmaals, log niet uit. Loop gewoon even weg bij je scherm. En om 14:55, dus over 10 minuten, komen we weer terug. En als je nog wat te doen wil hebben, kijk even of je iets wilt in je huis vindt wat te maken heeft met droogte. Laat je maar inspireren. En dan zien we jullie zometeen weer terug. Tot zo. Arjan, Rimmer hier. Ja? Het gaat helemaal niet over gras. Het gaat over droogte en over dijkbekleding. Ja, een grasmat die zit als bekleding op de dijk. Mm-hmm. Het gaat over veel andere dingen behalve dat. En dan wil ik niet zeggen dat die andere dingen niet relevant zijn, maar ik mis het wel. Maar we hebben het toch ook wel over gras gehad en over het verdrogen wat je ziet. Want ja. Op zich is doodgras natuurlijk niet een probleem. Het probleem is als de deklaag aangetast wordt, toch? Nou, wel als dat gras zich niet meer herstelt. Juist, ja. Had je daar nog een opmerking op over gemaakt die ik niet helemaal heb? Nou, daar heb ik wel een opmerking over gemaakt. Die is niet echt heel erg te sprake gekomen. We hebben een aantal zanddijken met een grasmat. Ja, en ik heb ook ergens in de chat gezet. Ja, die zag ik dat die grasmat dan wel echt belangrijk is voor ons. Ja. Want als die grasmat verdwijnt en we hebben geen kleilaag, dan gaat je erosiebestendigheid. Jeroen, je hebt helemaal gelijk. Dat is inderdaad waar. Als je gras op zand hebt, dan is je grasmat je laatste verdedigingslinie. En dan is die wel heel belangrijk. Nou ja, laten we zo meteen maar even kijken. Want we gaan zo meteen kijken, wat betekent dit voor je werk? Gooi ze er maar in. En dan nemen we die gewoon mee. Ja? Ja, ik heb ze er al in gegooid. Tenminste, als opmerking in de chat. Wellicht dat jij als quizmaster daar de discussie over kan losmaken. Want ik ben wel benieuwd wat de mensen van buiten daarvan vinden. Ik haal het gras zo nog eventjes naar boven. Ja, is goed. Ja. Oké. Blijf ik nog even hangen. Is goed, maar ik ga nu even een kopje koffie halen. Hey, tot zo. Oké, doei.
Oké, mensen. Ik hoop dat jullie meer vocht tot je genomen hebt en kwijtgeraakt bent waar nodig. We gaan verder met sessie deel 2. Alle vragen staan er al voor, maar ik wil eerst eigenlijk beginnen met de eerste vraag. Zet ik ook vast in de chat. Wat betekent droogte voor je werk en dan in eerste instantie voor inspectie? En daarna ook over beheer en onderhoud en herstel van schade en dat soort zaken. En ook voor het ontwerp, want we komen natuurlijk wel achter dat het voor alle onderdelen van de hele cyclus van beheer, onderhoud, beoordelen, ontwerpen en aanleggen ook niet te vergeten en daarna weer terugnemen in beheer, dat het van belang is dat je dit soort zaken goed in de smies hebt. Dus de vraag, om mee te beginnen, hè, wat betekent dit nou voor je werk? Moet je je werk nu op korte termijn ook anders in gaan richten? Of misschien ook op de lange termijn? Kan iemand daar iets over delen? Of hebben we helemaal niemand aan boord die... Jawel, we hebben wel mensen die... De dijk inspecteren. Ik wil even. Wat mijn ervaringen zijn, dat we de laatste 2-3 jaar. Gewoon ontzettend veel uren kwijt zijn, vooral in het voorjaar, met inspecties. Dat zijn de consequenties, dat je eigenlijk alleen maar met inspecteren bezig bent. En waarom dan? Omdat het zo'n droog voorjaar is, dat je gewoon meer eruit moet. Nou, je krijgt gedwongen droogteinspecties, omdat je verantwoordelijk bent voor de veiligheid. Ja. En daarnaast nog eens een keer. Alle dagen inspectie op de scheuren. Om te monitoren, zeg maar. Dus dat betekent dat... Ik heb weken gehad dat ik eigenlijk alleen maar met inspectie bezig was. Oké. Herkenbaar? Zie je ook andere dingen dan, hè? Henk, als je even bedenkt van wat je 10 of 5 jaar geleden... Zacht, zeg je dan ook van, nou, ik zie gewoon veel meer schade of... Ja, je ziet inderdaad veel meer lengtescheuren in de dijk optreden. En of dat direct consequenties heeft voor de dijk, ja, dat kan ik als inspecteur niet zien. Dat zou je dieper onderzoeken moeten doen. Maar ja. Ik constateer wel gewoon veel meer droogtescheuren in de lengte van de dijk. Ja. Een beetje in de stabiliteits... problemen, hè? Want als je met graverij te maken hebt, zou je eerder misschien in dwarsrichting wat zien. Ja, die graverij is echt lokaal en die lengtescheur, ja, precies. Dat treedt gewoon in mijn hele gebied wel op. Ja. Ja, dus je moet daar je bent meer tijd kwijt met inspecteren en ook het herstellen. Hè? En je moet ook je maaibeleid aanpassen, of je maaibeheer. Dan moet je ook de aannemer die je contracteert, die moet daar ook, daar ook op voor sorteren. Dat je die zo meer op afroep al bijna kan zeggen wanneer die moet gaan maaien. En ook met die schapen, daar moet je natuurlijk rekening mee houden. En ik denk ook bij de aanleg van dijken. De type klei die je gaat toepassen, daar moet je ook op gaan letten. Hè? Wat ik net zei, als je klei hebt waar veel montmorillonite in zit, dat is dat is een beetje dat zwelkleiachtig gebeuren. Zit het er van nature in, René? Nou, het is afhankelijk van waar die klei vandaan komt. Dus dan moet je eigenlijk de samenstelling van je klei eerst goed in beeld brengen. Wat voor klei hebben we nou? En gaan we nou klei toepassen dat makkelijk... gaat scheuren of niet, want dat wil je eigenlijk niet. Je wil niet, ook al gaan ze weer dicht in de winter met de natte conditie, je wil toch geen scheuren in je dijk. Nee, precies. En je moet extra aandacht geven aan wanneer je het gaat aanbrengen. Er zijn al standaard regels voor, maar wanneer je het gaat verdichten, bij welk vochtgehalte je dat doet. Bij je optimale vochtgehalte, als je een proctor gaat doen en dergelijke. Dan moet je toch veel aandacht aan gaan besteden. Ja,
En zijn er kenmerken van klei die minder problemen veroorzaken? Is dat dan... Ja, je hebt verschillende soorten klei. Dat weet, Maarten waarschijnlijk nog wel beter dan ik. Je hebt bijvoorbeeld kaoliniet. Dat is een klei die scheurt dan weer veel minder snel. En dat is een ander type klei, is dat. Oké. Dus je hebt verschillende soorten kleisoorten. Mm-hmm. Daar kan je ook even goed naar gaan kijken. Ja. Oké. Ik zit heel even naar de chat te kijken. Rimmer. Hij heeft gereageerd op een vraag van Ulrich, volgens mij. Oké. Okay. Ja, ja, goed. Het was meer omdat we het namelijk over gasbeschadiging gesproken hebben. Het is niet echt droogte, wat mijn punt was. Dat vele waterschappen gewoon in de winter, voordat het echt hoogwater komt, bekrammingen neerleggen, die blijven heel lang liggen. Als één keer geplaatst zijn, met name nu bij dijkversterkingen, heb je natuurlijk heel veel kilometer dijk waar de gasdode nog niet goed op orde is. En de vraag is ja, ik persoonlijk zou zeggen, doe dat niet op voorhand, maar echt alleen als die noodmaatregel nodig lijkt te zijn. Maar zoals ik hun begrijp, willen ze dat gewoon ja, toch op vele kilometers op voorraad beschikbaar hebben, zodat ze dat dan wel kunnen plaatsen, maar dat is volgens mij contraproductief. Ja, onder het motto beter mee verlegen dan onverlegen. Maar de grasmat gaat er natuurlijk sowieso onderdoor als je ermee een beetje afdekt. Volgend jaar ga je dan zelf opnieuw beginnen. Ja, oké, maar je komt wel je winterperiode door, dus dat is dan de andere afweging, maar dan had je helemaal niet over inzaaien. Oké. Egon zegt nog, inspectie bij voorkeur bij kortgemaaid gras. Ja, dat is inderdaad fijn. Maar bij een bedroogte moet je dus minder maaien. Dus dan heb je dat moment waar je ze toch moet inspecteren. Kan je op basis van... Dat is wel een terecht punt wat Egon daaraan haalt. Als ik me er even in mag mengen, Arjan. Ja hoor, Immer. Er wordt natuurlijk vaak 2 keer per jaar gemaaid. Maar als de droogte... langer gaat aanhouden, dan moeten we misschien wel besluiten om 1 keer per jaar te gaan maaien. Mm-hmm. Pas een keer in de late nazomer. Ja. Ja, dan wordt inspectie van je kade wordt toch wel een ander verhaal als, daar, als die helemaal vol staat, niet licht, met hooi van 3/4 meter hoog. Dat prikt door je t-shirt heen, dat deukt in je benen. Ja. En je ziet veel minder. Dat laatste is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja. Wat je wel ziet bij droogte is dat de onkruiden, zoals distels, met die penwortels, die gaan dieper dan het gras. En als je dan naar je grasbekleding kijkt, als het heel droog is, dan staan de onkruiden, zoals distels, die zijn hartstikke groen. En het gras eromheen is hartstikke bruin. Ja. En ja, dus uiteindelijk... Ja, je moet toch, dan zit je, je wil ook niet dat die distels enzovoorts gaan uitzaaien. Dus ja, daarvoor moet je dan wel weer gaan maaien. Maar eigenlijk wil je niet maaien, want dan het enige schaduw die er nog is voor de ondergrond, die is dan ook weg. Dus dat is dan een beetje, wel een moeilijke afweging. Dan moet je heel plexgewijs gaan maaien, met een bosmaaier of zoiets. Maar ja, doe dat maar eens met zoveel kilometer dijk. Ja, ja. Nou, dat is een lastig inderdaad, hoe je dus... Dat doet. Distels voorkom je natuurlijk ook niet overal. Hè? Dus dat waait er gewoon in en dan heb je erin zitten. Daar heb ik ook zo geen antwoord op. Maar het is wel een aandachtspunt. Heel even nog voor Jeroen Overman. Die gaat zo weg, zie ik. Misschien is hij nou al weg, dat weet ik niet. Maar die zit er nog in. Dat het natuurlijk voor alle aspecten van zijn werk, hè, beoordelaar, maar ook ontwerpleider, heb je natuurlijk met droogte te maken. En hoe kun je nou een dijk droogtebestendig ontwerpen? Dat is dus wel iets wat je nodig hebt en waar je ook vanuit het beheer weer inspraak op zou willen hebben. Van als je nou een dijk ontwerpt, zorg dan dat. En wat zou je dan moeten doen? Moet je dan een ander type deklaag ontwerpen of... Moeten we toch weer naar een klein kern toe? Hoe zit dat eigenlijk?
wat is, hè, als beheerder, hè, en inspecteur, wat helpt je nou? Hoe had de dijk anders ontworpen moeten worden, zodat jij zelf minder problemen tegenkomt in het beheer en onderhoud? Mag ik daarop reageren? Ja. Ik denk dat je moet accepteren dat die dijk uitdroogt. En dan moet je hem juist niet van klei maken, maar van zand. Ja, dat zei ik laatst ook al tegen Jan. Nou, ik dacht nou kwijt van Hollandse Delta ook. Jullie zijn voorloper met je gras op zand dijken. Ja. Ja, guppen. Zand heeft geen last van dat uitdrogen. Dat krimpt niet. Nee. Het gras verdroogt dan wel sneller. Dus wat je zult moeten doen, dat is een andere grasmat creëren. En waar haal je dan je erosiesterkte vandaan? De erosiesterkte haal je vandaan uit een bentonietmat die je onder een substraatlaag legt, waar het gras dan nog enigszins in wil groeien. Dus je hebt niet gras op zand, maar gras op bentoniet? Met een kern van zand? Ja, toch wel. Ja, die bentoniet, die gaat natuurlijk wel heel erg keihard, die scheurt heel hard. Ja. Bentoniet mat. Hè? Bentoniet mat. Ja, oké. Okay. Bentoniet. En ja, het droogt een beetje uit. Maar het zit dus tussen twee lagen geotextiel in. En zodra het nat wordt, dan zwelt het vrijwel instantaan. Ja. Want het is niet heel erg gaan verplaatsen, doordat het tussen die twee lagen geotextiel in zit. En omdat het een dun laagje is, orde grote millimeters, waar bovenop decimeters grond ligt, dan heerst er ook al een soort van spanning in. Een korrelspanning die bij de minste of geringste waterdruppels al een grote zwel veroorzaakt. Oké. Ik zie nog een ander idee. Dat kan ik niet zo goed plaatsen, hoor Bas. Waterdoorlatende doeken. Die de zandkern bij elkaar houden. Maar het gaat er ook om dat de deklaag dus uitdroogt. Dus ik zie even niet in waar het water dan vandaan moet komen. Maar misschien moet je me even helpen. Oké. Als we dan denken aan de kennisontwikkeling, waar zouden we nog wat kunnen winnen? We hebben een heel programma ook. Kennis verkeren en allerlei zaken waar we voor de langere termijn kennis willen ontwikkelen. Waar schieten we dan? Waar zouden we dan mee opschieten? Moet er nog wat geagendeerd worden? Waar we de vruchten van kunnen plukken? Kan je wel vertellen welke kennis ik mis? Ik mis kennis over de droogteresistente grasbekledingen en grassoorten. Oké. Ondanks dat ik wel iets van een opleiding heb genoten waar je nog leert wat de wetenschappelijke naam van een madeliefje is, is die kennis tussen aanhalingstekens toch onvoldoende diep geworteld. Ja. Dat is een mooie ribben. Ja, nou zijn madeliefjes volgens mij sowieso niet van de diepe wortels, dacht ik. Maar ja, inderdaad. En hebben we dan nog wat aan ervaring uit het buitenland? Hè? Want we hadden het al over de Franse toestanden. Ik vraag me dan ook weer af, hoe doen zij dat dan? Hè? Bouwen zij hun dijken dan zo anders? Of hebben ze andere type vegetatie erop zitten? Vooral veel steen. Dat hebben ze daar zat. Ja.
Oké. Dus over vegetatie en andere kennis? Nou, andere kennis. Wij zijn dit jaar begonnen met biodiversiteit aan te brengen op de dijken. Waarbij ik een groot voorstander ben, omdat je door diversiteit natuurlijk wel een andere doorworteling krijgt. Een mindere doorworteling op één diepte. Ja. Meerdere dieptes. En we hebben net een protocol uitgerold voor het beheer en het aangaan van die pioniers. Waar een voorgaande spreker het net over had. Akkerdistel en zo, raapzaad, dat soort zaden. Ja. Die gaan wij proberen nu te toppen in het voorjaar. Dus voor het erg droog wordt, toppen wij die af op 15 centimeter, waardoor de ontwikkeling van die soorten, de ontwikkeling van de langzaam groeiende soorten, niet meer in de weg staat. Oké. Het is allemaal een fase in ontwikkeling en we zijn ook bezig met proefvakken in de Markenmeerdijk. Die wordt geheel aangepakt om daar proefvakken aan te leggen na een bodemonderzoek, hoe de bodem eruit ziet, om met diverse kruiden en grasmengsels te gaan kijken wat groeit hier, wat ontwikkelt zich eigenlijk hier en hoe snel gaat het. Maar dat is allemaal onderzoek op dit moment nog. En dan zijn we, eigenlijk is dat een driejarige pilot waar we net mee gestart zijn. Oké, dus dat is onderzoek naar vegetatie ook. Ja, correct. Ja. Biodiverse vegetatie. Ja, dus die bloemrijke dijk, zeggen we, ja. Die ook langs is gekomen. Ja, oké. Ja, dank je. En andere onderdelen, als we het hebben over de deklagen, de bekleding. Een relatie met bodemleven, dat is nog even voor jou, Henk. Die heeft daar natuurlijk ook mee te maken. En dan er is natuurlijk interactie tussen wat er groeit en wat er onder mechanisme leeft. Maar goed, dus misschien, dan gaat misschien iets te... Ja, maar is het de bedoeling dat ik in de app reageer of via de mic? Ik was al aan het typen eigenlijk, maar... Nou, ik realiseer maar je mag hem ook gewoon zo beantwoorden, hoor. Ja, we zijn inderdaad bezig met... Het is natuurlijk een zaak dat we nu ontzettend bezig zijn op de dijken waar VBK gepleegd wordt. Dat je na die VBK dus je hele bodemleven dus eigenlijk ook om zeep hebt geholpen. Dus je moet helemaal opnieuw opbouwen. Dus dat betekent dat we infrezen, we gaan inzaaien. En we gaan de pioniers die op die gecultiveerde gronden direct afstormen natuurlijk, die pakken we aan. En in de hoop op die manier dus het bodemleven ook heel snel weer op gang te krijgen. Ja. Oké. Dankjewel. Nog even terug. Ik zie hier in de... Dan nog even over die opmerking van Jeroen Overman. Hoe kunnen we nou die dijk droogtebestendig maken? Dat ontwerp droogtebestendig krijgen. Is daar nog iets over te zeggen? Ik zie ineens het verzoek dat we naar de hoofdsessie terug moeten. Dus volgens mij moet het hier dan afronden. Dank jullie wel. En dan gaan we even terug naar de sessie met z'n allen. Tot zometeen.